Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het Mag is vrijdag. Mag niet. Lux probeert de soepstengel van Noé af te pakken en Noé zegt de hele tijd mag niet. We hebben een lekker weekend, hè? Mag niet. En mag niet. Mama ook zijn auto. Ja, daar staat mama zijn auto. We gaan zo lekker eten. Noé heeft al bij opa en oma gegeten. Die heeft een leuk dagje gehad. En vanavond heb ik heel fijn een massage gepland. Super veel zin in. Ik ben ook echt super moe, dus ik ben bang dat ik in slaap ga vallen. Ja, zal vast niet gebeuren. Wat zie je? Een bus. De bus. Ja. Dag bus. Ja. Je ziet ook van alles, hè? Op mijn auto niet. Jawel, op onze auto staat daar. Maar die kun je niet zien, die staat achter de muur. Nee. Ja, je mag wel kijken. Ga maar kijken. Ga maar kijken of papa's auto ziet. Dus ja, lekker een massage gepland. Super veel zin in. En ik denk dat het niet laat was vanavond naar bed gaan. Zie je papa's auto? Ja. Want Mike is ook moe. Zal wel heersen. Geen idee waarom we zo moe zijn. Want ik heb niet heel veel te plannen. Ik ga nog wel heel leuk met Darcy naar Musical Mamma Mia. Ben ik gisteren ook geweest. Maar ik had 2 keer voor mijn verjaardag gekregen. En ik vind het ook niet erg om nog een keertje te gaan. En als het goed is gaan we morgen gewoon hardlopen in plaats van zondag. Zijn jullie samen aan het spelen? Gooi hem aan, Noé. Dan gaat Lux ze wel pakken. 1, 2, 3. Gooien. Doe maar gooien. Goed zo. Noé heeft al gegeten, dus wij eten lekker vegetarische shawarma. Klaar om richting de mani te gaan. Lekkere massage. Ik heb even een simpele broek aangetrokken met Uggs. Gewoon even makkelijke kleding. Moet toch straks uitkleden en dan lekker daar gaan liggen. Echt, ik kijk er zo erg naar uit. Ik ben weer thuis van een hele fijne massage. Ik ben doodop, dus ik ga heerlijk naar bed. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. We hebben de sportkleding aan, we gaan zo lekker hardlopen. Vanmorgen eerst rustig aangedaan. En net met Noé even wat kinderdisco dansjes gedaan. Heel erg leuk, ze kent ze ook. En ik ben benieuwd als we straks op vakantie zijn. Of we dan wat herkenbare liedjes hebben waar zij ook aan mee kan doen. Ik vind het gewoon heel erg leuk. We gaan zo even richting Enschede. Dan brengen we Noé bij Mike's ouders. Dan gaan wij hardlopen. We gaan voor de 15 kilometer ongeveer. Dus wat minder dan de afgelopen weken. We hebben natuurlijk steeds opgebouwd tot 19. En nu gaan we even weer een stapje terug doen. Gaan we terug naar 15, 16 kilometer. Tot aan de marathon. We hebben hem dus nog niet uitgelopen. De halve marathon. Dat gaan we dan in 1 keer doen. Ik heb gehoord dat dat beter is dan dat je hem voor de tijd al uit gaat lopen. En dat het ook beter is om nu even weer weer terug te gaan. Dus ja, ik heb er geen ervaring mee, maar we gaan het gewoon doen. En we gaan natuurlijk ook zien hoe het dan over een maandje is. Maar goed, wat rust is natuurlijk ook niet verkeerd. En ja, ik zie er tegenop. Vorige week had ik echt super veel zin in, maar ik ben nu ongesteld. En dan ja, algehele malaise. Ben ik bang dat ik dan overal last van heb, vooral met het lange stuk. Want ik heb vaak de eerste dag als ik ongesteld ben gewoon last van druk aan de onderkant. Dus ja. We gaan zien hoe de run gaat. Ik heb in ieder geval wel uitgerekend. Als ik de halve marathon ga doen, ben ik niet ongesteld. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn. Ja, ik wacht even tot Noé en Mike beneden zijn. En dan gaan we die kant op. We zijn weer thuis. Noé ligt al op bed. En wij gaan even lekker lunchen. Zij heeft lekker pannenkoekje gehad al bij oma. Nou, lekkere eiwitlimonade. Iced tea heb ik. Ik heb de helft al op. En we hebben weer een heel fijn broodje gekocht. Want we waren in Enschede. Dus we hebben weer een broodje van de Tango. We zijn weer terug uit het dorp. We hebben bij de Zeeman een heel leuk jurkje voor Noé gekocht. Ga ik jullie straks laten zien. En verder zijn we even bij de zuivelwinkel geweest. We hebben van dit soort bakjes meegenomen en worst. En bij de Appie wat boodschapjes gedaan. We hebben pizza's gehaald. Die gaan we zo opeten. Nou ja, komkommer, appels, broodjes, kip. Noem maar op, dat hebben we meegenomen. Niet heel veel. Weekboodschappen moeten we nog gaan doen. Daar moet ik ook nog even mee bezig met de weekplanning. En vanavond gaan Mike en ik gewoon lekker een filmpje kijken, telefoons uit en dan een heel fijn avondje op de bank. Dit is het jurkje wat we hebben meegenomen bij de Zeeman voor Noé. Ik vond hem echt super leuk. Het is van hydrofiel. Ik denk ook wel heel erg leuk met een giletje of iets erboven. We hebben maar 9804 meegenomen, want ik vond hem nogal wat kort lijken. Ik heb hem even voor Noé gehouden. Het zal wel wat te wijd zijn, maar ik heb liever dat hij dan wat losser zit. Ik heb vaak zelf ook dat. En dat hij dan lang genoeg is. We hebben even een klein beetje wat lekkers op tafel neergezet. Kaarsjes aan, telefoons uit. En we gaan nu via Pathé een film kijken. De film heet Dak. Lux bakken maken. Kijk.
Lux! Hi! Hi Lux! Goedemorgen, hè? Dat is lief. Good morning, het is zondagochtend, het is 11:30. We hebben lekker rustig aangedaan, lekker gedanst, lekker ontbeten. Ik heb de weekplanning ingevuld, buiten gespeeld en we gaan nu even wat boodschapjes voor deze week doen. Gisteren hadden we wel wat dingetjes gehaald, maar ik had de weekplanning nog niet, dus we hebben niet opgeschreven wat we wilden eten. Ik eet trouwens 2 dagen ook niet thuis, want morgenavond ben ik tot 10 uur op het werk. En dinsdag tot 7 uur eet ik ook tussendoor gewoon op het werk. Dus dan eet Mike samen met Noé. Dus die moeten nog wel even daar wat boodschapjes voor doen. En voor de andere dagen heb ik al wel opgeschreven ook wat we gaan eten. Dus daar nemen we even wat boodschapjes voor mee. En ja, als we dan thuis zijn, krijgt Noé een broodje voor haar bedtijd. Gaan wij eventjes wat eten. En dan ga ik ook al naar de musical met Darcy. Al helemaal zin in. Ik heb de kleding er ook al voor aan. Ik heb mijn paarse pak aan van de Zeeman. Ik dacht, dat is wel lekker vrolijk en het zonnetje schijnt. Ik ga richting de auto en dan gaan we even boodschapjes doen. Ik hoop dat er nog weer een karretje staat waarmee Noé kan wandelen. We zijn weer terug van de supermarkt. Noé ligt op bed. Die heeft al lekker eventjes gegeten. Ik sta nu in de keuken even eitjes te koken. En Mike is Lux aan het uitlaten. We gaan wij zo lunchen voordat ik ga. Het is echt wel heel erg leuk dat ze met zo'n karretje door de supermarkt loopt. Maar soms ook wel heel erg frustrerend. Ze wil namelijk alles pakken. Alles zelf in het karretje doen. Of ze gaat weer op de grond liggen. Dan wil ze niet meer verder lopen. Of ja, gekkigheid. Ik weet niet wat het is. En ik weet echt dat ik niet de enige ben. Maar dat is soms wel echt een tikkeltje frustratie. Maar wel heel erg leuk met zo'n karretje natuurlijk. We eten gewoon zo even een simpel even een broodje. Niet met ei en blauwe schimmelkaas dit keer, maar met filet américain en een gekookt eitje. En misschien dat ik er ook nog wel eventjes een kipfilet plakje onder doe onder het ei. Dat vind ik ook altijd wel lekker. Dus dat gaan we zo opeten. En dan is het voor mij tijd om naar de musical te gaan. En we hebben bij de supermarkt ook eventjes paarse eitjes meegenomen. Die zijn met cheesecake smaak. En daaronder hebben we nog met karamel. Terug van de musical. Echt leuk om de musical gewoon nog een keer te zien. We hadden vandaag Brigitte. En dat had ik van de week niet. Dus dan maakt toch de musical net eventjes wat anders. Je hoort trouwens nu Noé lekker gillen. Dat was net wel even anders. Ik kwam thuis en ze was helemaal in tranen. Ze had het hoofd met Mike gestoten. En er zat echt zo'n dik ei op haar voorhoofd. We hebben ook even de huisartsenpost voor de zekerheid gebeld. Want we waren al aan het koelen, maar ze wilden het er niet hebben. En ik denk, ja, we kunnen toch een beetje even voor de zekerheid bellen. Dus dat hebben we gedaan. Heb je een mooie tas? Ze is nu ook echt wel weer de oude. Maar ze zeiden dat we echt voor de zekerheid haar vannacht toch als ze slaapt even 1 of 2 keer wakker moeten maken. En als dat goed is, kunnen we haar gewoon door laten slapen. Wat is dat, schatje? Mama, even met je spelen. Ja. Ja, dan gaan wij eventjes gezellig samen spelen. Mama mee. Ja, mama gaat mee. Waar moet het aapje naartoe? Ja. Goed zo. Het was echt wel even schrikken met hem, maar gelukkig lijkt het allemaal goed te gaan. Aapje slapen. Aapje doet slapen, oké. En waar moet dan de koe naartoe? Waar is de koe? Ja. Goed zo. Ja. Waar is de koe? Ja. Goed zo. Noé ligt al eventjes lekker te slapen. We zijn rond 9 uur ongeveer eventjes bij haar wezen kijken. Haar eventjes wakker gemaakt en dat ging oké. Voor ons is het nu bedtijd, dus we gaan nog eventjes weer bij haar een kijkje nemen. Maar ik verwacht dat alles goed gaat. En we haar gelukkig de rest van de nacht gewoon kunnen laten slapen. Mocht het toch iets verwarrend zijn, dan mochten we de huisartsenpost bellen. Maar ik ga er niet vanuit, aangezien het net ook goed ging. Maar ik moet zeggen, we waren wel erg geschrokken. Ook al was het een hele domme kopstoot, zat echt een ontzettend ei op haar hoofd zitten. Maar goed, alles lijkt gelukkig nu goed te gaan. Dus nog eventjes 1 keer kijken en dan is het voor ons ook gewoon bedtijd.
Goedemorgen, het is maandagochtend. We hebben een goed nachtje gehad. Gisteravond nog even een keer bij Noé geweest. En ze was gelukkig heel alert. Vanmorgen ook weer haar vrolijke zelf. Dus het is allemaal heel erg meegevallen. Bult is echt al een stuk minder. Je ziet het echt vrij weinig. Dus ja, echt heel erg fijn. Ik ga zo op naar het werk. Hele lange werkdag. Ik begin vanmorgen om 8:30. En ik moet door tot 10:00 vanavond ongeveer. Want ik heb na het werk nog een bijeenkomst. Dus ik eet ook op het werk. Dat betekent dat ik Noé vanavond niet zie. Maar ik heb wel al met haar afgesproken dat ik als ik thuis kom even bij haar de kamer nog kom kijken. Maar goed, zo'n dagen zitten erbij. Morgen ook wel een lange dag. Maar dan tot 7:00. Ook vanaf 8:30 's ochtends. En voor de rest weer gewone werkdagen. Maar goed, ik ga je nog eventjes laten zien wat ik meeneem na het werk. En dan ga ik ook snel die kant op. Ik heb als lunch kalkoenfilet met proteïnewafels en dan heb ik weer zelf eiersalade gemaakt. Dus tussendoortje heb ik even mango. Ik heb straks deze proteïnelimonade. Nog eventjes een fudge brownie reep en nog lekker een blikje iced tea. Het is woensdagavond. Echt flink gewerkt de afgelopen dagen. Lange dagen, weer weinig gezien. Ik ben wel telkens, als ik terugkwam uit het werk, nog even langs haar kamertje gegaan. Haar even geknuffeld en een kus gedaan. En 's ochtends zag ik haar wel. Maar dat vond ik best wel pittig om haar dan 2 avonden niet te zien. Nu dus wel weer. Dus we hebben besloten om lekker naar de McDonald's te gaan. Kan zij voor het eerst een Happy Meal. We probeerden haar net het woord al Happy Meal te laten zeggen. Laten we die haar lekker eens een keertje eten. Doen we normaal ook nooit. En ja, voor ons ook ongezond. Maar helemaal prima. Ik vind het ook wel best deze week. Ik ben ook gewoon moe. Maar ik ga vanavond nog padellen. Ik ben dan gewoon lekker thuis. En ik ben ook heel blij dat ik dan gewoon een avondje niks heb. Daar gaan we dan met Noé een Happy Meal eten bij de McDonald's. Nou, daar zitten we dan bij de McDonald's. Noé met haar Happy Meal met kipnuggets. En wij lekker een Big Tasty. Goedemorgen, het is donderdag. Ik heb mamadag. Dat heb ik echt gemist, want vorige week heb ik dat niet gehad. Dus extra fijn om dat nu weer te hebben. Eigenlijk heb ik dat altijd wel gewoon hoor, maar er kwam gewoon eventjes iets tussen op het werk. En dan is het even niet anders. Dus ja, we zijn lekker aan het spelen. Noé heeft al ontbeten. En we gaan zo naar de bieb. Dat doen we namelijk altijd op de donderdag. Mocht je mijn vlogs voor het eerst kijken, gaan we vaak lekker naar de bieb. En we gaan even een rondje door het dorp lopen. Nou, dan is het lunchtijd. En dan is voor Noé ook weer bedtijd. En smiddags doen we nog wat. Ik denk dat we vanmiddag wel knutselen. Ik had heel graag naar buiten gewild. Want het zou mooi weer worden, maar... Nou, zo mooi weer is het niet, dus dat bekijken we nog even. Dus wat of als het wel goed wordt, lekker naar de speeltuin. En anders gaan we binnen gewoon knutselen. Ben je mooi aan het spelen? Ja. Ja, die moet daarop, dat klopt. De andere kaartjes moet jij nog even omdraaien om te kijken welk beestje daarop moet, hè? Aapje. Ja, dat is een aapje. Het gaat trouwens ook heel goed met de bult op haar voorhoofd. Die is zo goed als weg. Het is nog alleen een kleine geel-groenige vlek nu. Maar wat is mooi. Zijn ze mooi? En wie heeft deze gemaakt dan? Noé. Noé. Ja, samen met mama hè, hebben we die mooi in de boom gehangen. Die? Die. En die ook. Waar doen we van die jas aan? Kom. Goed zo. Jasje aan. Dag Aapie. En wat ligt er nog meer? De miauw. De miauw? En wie nog meer? Oh, een varkentje! Ga je ze allemaal doei zeggen? Wat lief. Waf. Dag. Wij gaan even naar de bieb. Wij gaan even boekjes halen, zeg maar. Neem jij ze mee? Ja. Goed zo. Okay.
We zijn weer thuis. Het is tijd voor mij nu om lekker te lunchen. Gewoon lekker simpel. Ik wilde eigenlijk weer een luxe speldbol bij de appie, maar die was er niet. Dus ik heb nu van die kaasbroodjes ook prima. We liggen lekker op bed te slapen. En het was echt super schattig. We waren bij de Biep nieuwe boekjes halen. En ik hoor haar zeggen, Rosie, Rosie. En toen dacht ik, Rosie, hoe? Ik zat echt om me heen te kijken. Wat zie je dan? Wat bedoel je? En toen zag ik op een gegeven moment de tweeling van haar opvang staan. Dus die blijken dus Rosie en Ella te heten, die meisjes. En die waren ook boekjes aan het halen. Dus daar heeft ze mee gekletst. Het was echt super schattig om te zien. Maar zo bijzonder dat ze dan die namen onthoudt. En ja, ik dacht echt, waar heeft het over? Ik denk, ik zie niks. Maar ja, ze hadden dus over de meisjes die ook boekjes gingen halen. Ik heb bij de Hema nog wat meegenomen. Dit zijn van die dingen die je dan op een shirtje of ik wil hem eigenlijk liefst op een spijkerjasje of iets kan gaan strijken. Met Nijntje erop, daar is natuurlijk weg van. En ik zag dit. Dus die moest ik ook hebben. Daar kan ik met Noé lekkere cake in de Nijntje vorm gaan maken. Dus dat heb ik meegenomen. Nu gewoon lekker eventjes op de bank totdat zij weer wakker wordt. Ik ben benieuwd, want de laatste tijd slaapt ze natuurlijk echt maximaal een uurtje. Dus ik denk dat ik ook gewoon lekker snel even ga eten. Even wat op televisie erop zet. En dan is het ook weer tijd om lekker samen te spelen. Noé is alweer wakker en we zijn even met het boekje aan het lezen. Dit is weer zo'n leuk schuifboekje. Dat vindt ze echt geweldig. En we hebben weer een andere gevonden die we nog niet hadden gelezen. Eventjes samen Lux uitlaten. We zijn weer terug van het wandelen met Lux en we hadden de jassen toch nog aan, dus we zijn lekker in de tuin gaan spelen. Maar ja, Noé die is lekker aan het klimmen, aan het klauteren. Die staat dus nu boven op de tafel. Fietsje mee, ik zit ook lekker. Het is met de jas aan prima te doen. Mag dat? Ga je eraf springen? Ja. Doe maar. 1, 2. Mama helpen? Kom, mama handje. 1, 2, 3. Oh, kom. Dus ja, wij genieten gewoon lekker eventjes buiten. Inmiddels is het avond, hebben we lekker gegeten. Heb ik hierom mijn sportkleding aan en ga ik lekker even een uurtje boksen. Ik ga bij deze ook de video afsluiten. Een iets kortere vlog dan normaal. Best veel gewerkt, veel van huis geweest, dus minder de camera erbij gepakt. Maar dat zal volgende week wel iets anders zijn, want dan heb ik niet zulke lange werkdagen. Voor nu wil ik in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je graag terug bij de volgende video. Tot dan!